dames en heren, hier in de zaal, met 30 man in de zaal. En hier zitten de spelers van vandaag. En hartelijk welkom natuurlijk degenen die met de livestream meekijken en luisteren met ons. Fijn dat het op deze manier kan. We zijn in de Marnixzaal van de DUMS, de muziekschool van Utrecht, aan het Domplein. Dus hier tegenover is de Dom. Maar je ziet hem bijna niet, want hij is helemaal ingepakt. Maar het is een mooie plek en we zijn ontzettend blij dat we een concert kunnen geven voor u. We gaan beginnen met Vivian en samen met haar partner Sergej. Ze gaan spelen het eerste deel uit de sonate van Schumann. Thank you.
Kelly. Hoi, met Hilde, onze vaste begeleider. Die staan al klaar om voor u te musiceren. Twee hele mooie 17e eeuw, 18e eeuw, die overgang. Italiaanse liederen. Heb jij nog een hele korte inhoud? Ik zing ze trouwens andersom dan op het programma staat. Dus de eerste is Ochestate di Chiagami. En dat eigenlijk gaat het om dat degene die het zingt eigenlijk wil doodgaan. Nou, dat is lekker vrolijk. In de ochtend. En de andere is een vrouw die tegen een herder zingt: ik wil meer dan alleen jouw liefde. Ik wil ook van andere mensen houden. Eerst naar Latin en dan percolezen. Pastorello, se si getta.
Magali zo mooi kan zingen, speelt ze ook nog viool bij de academie. Dus ze heeft twee hoofdrollen. En Justus, jij zit al helemaal klaar. Justus is in september begonnen bij de AMT. En hij speelt een jaar of acht piano. En heeft les van Henk Ekkel en woont in Almere. En je speelt ook wel af en toe slagwerk, zag ik. Ja. Ja. Hij moest even denken, doe ik dat? Ja. In jeugdorkesten. En dat is leuk om te doen. Ja, want in een orkest kan je als pianist meestal niet zoveel doen. Hè? Dus slagwerk is dan een mooi alternatief. En nu ga je spelen Liszt, sonetto. Thank you.
teksten achter elkaar horen. Pieter gaat eerst spelen het eerste deel van Max Brooks vioolconcert. En Pieter is 12 jaar, hè? Ja. En zit je nog op de kathedrale koorschool? Nee, ik ben nu... Eindelijk ben je nou erg. Waar zit je nu? Over het gaat niet wat college. Ja. En dat gaat ook goed? Ja. Ja, ja, hij gaat het eerste deel spelen. En dan komt Alan en die speelt het tweede deel van Max Brooks. Dus ze mogen elkaar afwisselen. Alan die zit in de laatste klas van het VWO. En die mag eindexamen doen. En dan gaat die hele spannende carrière tegemoet. Succes! Thank you.
dat had natuurlijk gemogen als een mooie afsluiting. Dasha, je bent 17 jaar. Ja. En je doet eindexamen? Ja, zeker. Gaat het goed? Voorlopig wel. Oh, ja. Gelukkig. Tentamens doen en zo, druk natuurlijk. Ja, kom je nog aan paardrijden toe? Dat, nee hoor, nog niet. Nee? Meer, nee. Viool spelen. Ja, zeker. En voorbereiden voor je toelaatsexamen. Ja. Nou, heel veel succes ermee. En je gaat beginnen met Bach, Partita. Partita 3. Ja. Partita 3 en daarna Williams. Ja. Succes. Thank you.
podium Witteman, ongetwijfeld. Daar heeft hij prachtig gezongen. En dat was toen een herhaling van iets wat jaren daarvoor had opgeplaatst. Want hij zou daar zingen en in de week dat hij zich voorbereidde voor dat optreden bij podium Witteman, kreeg hij de baard in de keel. En tenminste een soort van. Ja. Als hoge sopraan ineens was het gedaan. Ja. Hè? En dus we moesten een paar jaar wachten. En nu is het. Nu ben je bariton. Klopt. Ja. Ja. En je gaat een heel mooi liedje zingen. Wil je er nog iets over vertellen? Nou, het is een lied van Vinci. Het is uit de 20e eeuw. En ik denk dat het heel mooi samen te vatten is in het refrein. When birds do sing, sweet love is love that spring. Life was but a friend.
Als laatste gaan we spelen een elegie. Of we? Filip gaat dat spelen. Een elegie van Rachmaninoff. Eén leerling kon vandaag niet spelen. Per de Koster die durfde me toch niet aan om hier te zijn. Maar jij bent wel Filip. Je hebt al hele mooie prijzen behaald en een heleboel dingen gedaan. Hè? Gaat best wel goed, hè? Ja, gaat. Het is gewoon wel leuk om op te trainen natuurlijk. Dus ja, we zijn ontzettend blij dat ja, het weer kan. Ik ben ook heel blij dat het een keertje weer kan. Ja. Dat het weer een keertje kan. En we gaan ervoor. Ik wil er zelf wat vertellen over het stuk, heel kort. Dus een elegie, het is eigenlijk een heel triest stuk. Meestal zeg maar van herinneringen aan iets moois. Het hoeft niet per se altijd tragisch te zijn, maar ik denk dat in dit geval het een soort van over de dood gaat van iemand. En het is niet altijd bij een elegie zo, maar je hoort de klokken luiden in de bas. En dat hoor je door het hele stuk door. En ik denk dat het een soort herinnering is aan een dood iemand. Want er zijn ook gewoon, zeg maar, majeure momenten. Dus het is niet altijd tragisch, maar wel een soort van triest. Dus dat is het stuk. Ik wou nog even zeggen dat om 12 uur het tweede concert begint met een ander programma. En dus als u nu kijkt naar ons, dan kunt u even tussendoor een kopje koffie drinken en dan om 12 uur weer inschakelen. Thank you.
staan twee lieftallige mensen bij de deur om geld te ontvangen van u. Als collecte hebben we dat bedacht om dat te doen. Ga je gang, ga staan. Vang iedereen. En fijn dat u er was. Goede feestdagen. En we zien elkaar hopelijk weer.